Niels. Hey, goedemorgen Mark. Het is maandagmorgen, tijd voor de eerste persconferentie, Microsoft. We hebben net gehoord dat ze Halo 4 gaan tonen, dus we waren gisteren een beetje gematigd enthousiast over de Microsoft persconferentie. Maar nu we weten dat Halo 4 komt, dat is toch wel een grote proef van ze. Dus ja, we gaan snel naar binnen, want we zijn best wel laat. Laten we gaan. Hey Mark. Hey, daar is hij dan. Dat was Microsoft. Ja, wat vond je ervan? Het begin was heel goed. Toen kwamen een aantal games, multiplatform games. Hey, Tomb Raider, Modern Warfare 3. Zag het allemaal heel goed uit. Modern Warfare 3 wordt echt een achtbaanrit. Zoals je gewend bent van Call of Duty. Ik vind dat nog steeds heel erg goed werken. Tomb Raider zag er ook heel goed uit. Dus even afwachten of het wel open genoeg is. Dat zag er heel lineair uit. Maar wat we zagen gaf een hele goede vibe. Een beetje Resident Evil-achtig. Animatie, net zoals in Uncharted 3. Maar later in de show ging het vooral over exclusieve Xbox-content. En toen ging het bijna alleen maar over Kinect. Kinect hier, Kinect daar. En bij sommige games zoals Mass Effect 3 is het wel tof. Daar kan je teammembers aansturen door wat te zeggen. Maar er waren ook Kinect-only games. Dus de nieuwe Star Wars game. Nieuwe Fable. En het ziet er allemaal heel erg lineair onrails uit. Ja, het is eigenlijk niet echt voor gamers bedoeld, lijkt wel. Oké. Welke titel was nou voor jou sprong er het meeste uit? Ja, eigenlijk toch de titels die ook op de PlayStation 3 komen. Een Tomb Raider, een Modern Warfare 3. En op het laatst natuurlijk Halo. Ze kondigden weer een Halo aan. Twee Halo's zelfs. Een Halo remake. Van de eerste Halo dus. Ja, zag er op zich uit zoals je een remake zou verwachten. Het is gewoon naar hoge resolutie getild en dat was het. Maar ja, ook Halo 4 natuurlijk. Ja, het was een CGI-filmpje, maar het had wel weer echt dat Halo-gevoel met Master Chief. Ja, wat dat betreft is het de perfecte afsluiter. Maar toch, zoals Gerard en ik al een beetje verwachten, een beetje vieze nasmaak, een beetje Kinect-nasmaak. En ja, ik denk dat veel gamers er toch niet echt blij mee gaan zijn. We gaan nu naar EA en daarna naar Ubisoft. De volgende echt grote is pas weer vanavond Sony en dan morgen Nintendo. Maar we gaan dus eerst even naar EA. Daar zit Gerard ook. Gerard heeft lekker thuis gezeten tijdens Microsoft. Dus die gaan we daar ontmoeten. Ik was echt zo blij dat ik niet bij Microsoft was. Ik heb echt medelijden met je gehad. Echt al die zooi die ze weer toonden voor Kinect en Fable, dat ging helemaal nergens over. Nee. Ik ben dan wel blij dat ik hier net bij EA zat. Gewoon, ik noem maar gewoon even twee games op, want anders wordt het veel te lang. Mass Effect 3 en Battlefield 3. Echt fantastisch. Ja. Vooral die laatste. Battlefield 3? Ja, ik bedoel, die multiplayer trailer die ze lieten zien vond ik eigenlijk te kort. Ja. En dat dacht ik ook bij mezelf van ja. Is dat voor een afsluiter en vervolgens laten ze gewoon 10 minuten lang gaan ze lekker op die PC, de dikke PC die er stond, laten ze gewoon die game draaien en genieten. Ja. Alleen hoe dikke PC heb je ervoor nodig? Ja, nou ja, laten we dat even in het midden houden. Want om daar weer over na te gaan denken, doe ik weer afbreuk aan de ervaring van het nu, om zo te zeggen. Ja. Nou, dat was ook nog de nieuwe game van Insomniac, de eerste game die multiplatform van hun wordt. Normaal was alleen games op de Sony console uit? Ja, Overstrike inderdaad, maar ik heb geen idee wat voor game dat wordt. Ik bedoel, het was een beetje zo'n team van misfits die dan de wereld moet redden. We hebben het wel vaker gehoord, maar ik denk wel dat het kan werken. Ik bedoel, Insomniac staat wel garant voor kwaliteit. Alleen de trailer die zei gewoon nog niet zoveel. Nee, precies. En dat had je ook weer met Star Wars, The Old Republic bijvoorbeeld, weer zo'n CGI-gedoe. Ja, maar over het algemeen, EA, goede persconferentie en veel games. Ja, me, lekker allround. Ja, nou prima. My thing and singing my song, I'm alive. Yeah, yeah, come on.
Mark. Gerard. Heb jij Michel gezien? Michel? Ja. Was het niet bij jou? Ja, ik dacht dat hij bij jou was. Ik kan hem niet vinden. Je hebt daar al die NGP-stands die nu open zijn naar de persconferentie en de eetstands. Maar ja, hij zal er wel ergens rondlopen, maar ik ben hem kwijt. Hij heeft het vast goed naar zijn zin. Ja. Hey, over die persconferentie. Dit was de laatste vandaag. Mm-hmm. Hebben ze het mooiste voor het laatst bewaard? Nee, ik vond die beter. Dat ging tenminste echt over de games. En hier werd er heel veel in de ruimte gepraat over Move. Een beetje onnodig, vooral irrational games. Ik bedoel, hardcore games, dan gaan ze over Move praten en wat zij ervan vinden. Dat vond ik helemaal niet nodig. En dat ja, vond ik zonde, want er zaten wel mooie aankondigingen in de persconferentie. Die dan een beetje weggemoffeld worden, haast. Zelf ook heel mooi die 3D starter set, om het zo te zeggen. De 24 inch tv. Met Resistance 3, HDMI-kabel, brilletjes erbij en dan voor $500. Ja, dat is gewoon een hele mooie start-up set voor... Ja, 3D-televisie, dat vind ik zelf wel cool. Ja. En ja, de prijs van de PlayStation Vita, €250 voor het wifi-model. Ah. Ja, ik niet verwacht eigenlijk. Ik dacht van dat wordt minimaal €300, maar dat, voor €300 heb je dan het 3G en het wifi-model te pakken. Vind ik echt best netjes. Ah, goeie deal. Ja, absoluut, als je ziet wat dat ding kan, joh. Dat doet bijna niet onder voor een PlayStation 3. Dus, hartstikke netjes. Hij had een paar keer nog dingen die je wel verwacht had. Twisted Metal. Ik weet niet waar die was. Even kijken welke mis ik nog meer. God of War had ik wel verwacht eigenlijk. Daar gingen de geruchten ook over. En Cypher Filter, dat was ook al semi aangekondigd leek het. Maar waren er niet. Maar ja, ze hebben nog genoeg over hoor. Dus wat dat betreft geen problemen. Is goed. De dag zit erop. Wat staat morgen op het programma? Nintendo 's ochtends. Daar kijken Michel en ik wel erg naar uit. En daarna, 's middags gaat de beurs open, dus dan kunnen we ook de eerste dingen daar op de beurs een beetje spelen. Hey Michel. Hey Mark. Dit is de dag waar jij volgens mij het meest naar uitkijkt, heel het jaar. Ja, klopt. De Nintendo persconferentie. Mijn lichaam is er klaar voor. We hebben nu natuurlijk een aantal alle conferenties al gehad. Van Sony, Microsoft, Ubisoft, EA. En er zaten wel wat verrassingen tussen, maar niet heel veel. De meeste dingen wisten we al. En Nintendo heeft het allemaal zoals gewoonlijk geheim weten te houden, zoals verwacht. Dus nu gaan we eindelijk zien wat die nieuwe console inhoudt, hopelijk. En natuurlijk welke 3DS games we allemaal krijgen. Dus ik ben benieuwd, ik heb er zin in. Zullen we vragen of ze het nog een keer even willen doen, die presentatie? Ik snapte er niet zoveel van, laat ik het even voorzichtig zeggen. Het was nogal een verwarrende presentatie, ja, want het is een nieuwe controller die op de Wii werkt. Ja, Wii U dan? Die samenwerkt met je televisie, maar ook los werkt. Ja, en je kan op dat ding zelf spelen, of op je televisie. En het is een touchscreen waar je dan dingen op kan doen, maar je kan het ook gebruiken als een traditionele controller. Ja, maar er komt wel een nieuwe console, want je zag dat kastje. Ja. Zag je op het scherm staan. Het lijkt op een Wii, maar het is het net niet. En ja, er zijn heel veel derde partijen die dus blijkbaar HD-games maken. Dat moet blijkbaar op een nieuwe console. Alleen die kondigen ze dan niet aan. Vorige keer met de Wii hebben ze eerst de console getoond en een jaar later pas de controller. Ja. Nu lijkt het omgekeerde wereld. Eerst de controller en later pas de console. Ja, het is gewoon zo verwarrend eigenlijk. En Nintendo laat er echt een kans mee liggen. Ik bedoel, Microsoft was gewoon niet zo sterk. Sony... Die show vlotte gewoon niet echt. Ja, het was wel oké. Maar hier Nintendo had echt kunnen knallen met wap, hier nieuwe console. En wap, hier heb je een vette line-up voor de 3DS. Ja, het was fijn geweest als ze al wat games van hunzelf voor de nieuwe console hadden getoond. Ja. En ook gewoon de nieuwe console zelf aan hadden gekondigd. Ja. Maar die was misschien nog niet klaar. En dit was misschien wel om toch de competitie bij te blijven. Ja, het zou kunnen. Ja, weet je, ik vind het ook gewoon jammer van die 3DS, want wat hier zo staan allemaal van die steentjes, maar eigenlijk de echte nieuwe titel is Luigi's Mansion en ja, voor de rest is het niet zoveel echt nieuws. Weinig nieuwe games inderdaad, ja. Valt een beetje tegen.
Maar ik moet zeggen, ja, als de Nintendo de nieuwe controller echt werkt zoals ze tonen, dan kan het echt wel wat worden. Want het combineert eigenlijk een beetje de iPad, die heel populair is, met de game op de televisie. Ja. Dus op die manier kan het wel voor een kleine revolutie zorgen. Ja, ik geloof er ook wel in, maar kom op, het mag wel wat duidelijker. Zullen we anders gewoon naar de gewone beurs gaan, dan krijgen we onze presentatie van een half uurtje. Ja, nu hebben we de persconferenties gehad inderdaad, nu is het tijd voor de gewone beurs.